De doelman van Linde heet Schimmel en die vindt Frank Wiaffe. Het is de tweede minuut van de wedstrijd. Wiaffe met Buitenhuis, die is die kwijt, maar Jamie Schaap lost het uitstekend op voor IJsselmeervogels. En die heeft meteen haast. Met een verre uittrap zoekt hij Powell of Grot, Samsei en Schimmel. Die komt er daaruit. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen, want nu is het 1-0 voor de Vogels. Benny Powell, ja, natuurlijk hij, de doelpuntenmaker voor de ploeg van de nieuwe trainer Willem Leushuis. Dit is een communicatiefout. Eerste klas, hoor categorie tussen Samsei en Schimmel. Powell profiteert en hij kan tevreden zijn met de start van zijn elftal, Willem Leushuis. De vrije schop van Van der Laar, daar is Van Leijenhorst heel dichtbij. Maar komt Linde goed weg en blijft het 0-1. Voor IJsselmeervogels dat dus de openingswedstrijd won tegen Kozakkenboys. Vorige week 2-2 speelde tegen Achilles. Twee ploegen die je in het linker rijtje verwacht. En ook Linde wordt daar toch wel verwacht. Wiaffe, dit is een te slap schot om Schaap in de problemen te brengen. Uitstekende doelman van IJsselmeervogels. Hij heeft dorst gekregen van het schreeuwen. IJsselmeervogels liet Linde het spel maken in de eerste helft, maar kwam er af en toe gevaarlijk uit. Grot, dit mag door van scheidsrechter Teuben. Grot is Broekhof kwijt. Van Hussen, en die zou toch moeten weten hoe groot de doelen zijn in Linde. Hij speelde de jaren, werd zelfs landskampioen met die club. Nu mikt hij te hoog tot oplichting van Hans Kraaij. 0-1 de ruststand. Bellassan in de tweede helft naar rechts uitgeweken. Zijn voorzet gepakt door Schaap. Maar in de tweede helft is het IJsselmeervogels dat het initiatief neemt. Carmelia goed voor Van der Meirakker gekomen. Van Hussen. Carmelia, Powell, Grot. En wat is dit een mooi doelpunt zeg. Wat is dit een goede goal voor IJsselmeervogels. De tweede seizoenstreffer van Sherwin Grot. Over heel veel schijven. Powell doet dit briljant met de hak. En Schimmel is kansloos op de dreun van Grot. En IJsselmeervogels wil meer, wil veel meer. Ashraf Naimi, dit had de 0-3 moeten zijn. Maar de aanvoerder scoort weinig. Powell, bal blijft hangen. Is dat het kunstgras? En is dat terugspelen van Broekhoff? Het lijkt het wel, maar het mag door van Teuben. Intezar terug van zijn interlandweek met Afghanistan. Vindt Van Eem. En dat is dan de eerste serieuze kans voor Linde in de tweede helft. We hebben er een half uur op moeten wachten. Van Leijenhorst. Oh, dit is een hele mooie bal. Op Usturk. Usturk en daar is natuurlijk Powell. De derde van de middag voor IJsselmeervogels. De derde van het seizoen voor de 37-jarige spits. En zij kunnen hun lol niet op. De supporters van IJsselmeervogels zien hun elftal heel dik winnen in Linde. 0-3. En je zou bijna gaan denken dat IJsselmeervogels al kampioenskandidaat is in de tweede divisie. Zij gaan in ieder geval een feestje bouwen.